Ik ga haar open de vergadering. We gaan verder met het debat over de staat van de Europese Unie. En we zijn toegekomen aan de antwoorden van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken. Ik geef het woord aan de minister-president. Dank u wel, voorzitter. En de gedachte is dat ik een paar dingen zeg over de strategische agenda, de Europese Monetaire Unie. En de heer Blok vervolgens de vraag zal beantwoorden op het terrein van de institutionalia, Brexit, MFK, het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, het intern-externe veiligheidsbeleid, de rule of law en de coalitievorming en een rubriek Varia. Dat betekent dat het leeuwendeel van de workload vanmiddag ligt bij de minister van Buitenlandse Zaken. Om dat nog weer enigszins te redresseren, een enkele inleidende opmerking vooraf. Dat is ook wel opgemerkt door, denk ik, velen in de eerste termijn van de Kamer, dat we natuurlijk te maken hebben met een Europese Unie die niet in isolatie werkt, maar zich heeft te verhouden tot de ontwikkelingen in de wereld, die in toenemende mate een instabiel beeld laten zien, zeker ook de ontwikkelingen direct rondom Europa. Kijk naar de situatie in de verhouding met Rusland, de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, de op onderdelen onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse regering, de opkomst van de sterke mannen in een aantal landen. Dat alles is uiteraard een realiteit waar Europa zich toe heeft te verhouden, wat ons ook verder sterkt in de gedachte dat de Europese Unie naast een waardegemeenschap en een sterke interne markt, de sterkste markt in de hele wereld, het grootste handelsblok van de wereld, dat de Europese Unie daarnaast ook noodzakelijk is, omdat door het feit dat landen samenwerken, dat op zichzelf het ingebed zijn in zo'n structuur, dat op zichzelf ook veiligheid biedt. Het feit dat we niet alleen staan in die onzekere wereld is dus naast het economisch argument, is er ook dat veiligheidsargument. En dat vertaalt zich natuurlijk concreet naar belangrijke zaken als hoe gaan we om met klimaatverandering, hoe gaan we om met migratiestromen. Tegen die achtergrond dus ook het belang dat er een Europese Unie is die zich focust op een aantal belangrijke taken. Daar ook heel erg goed in is en dus ook heel veel dingen vooral niet moet doen. En we moeten dus vooral voorkomen. En dat is in de afgelopen 5 jaar, vinden wij, eigenlijk helemaal niet zo gek gegaan met de huidige Europese Commissie. Dat is een commissie die vanuit decluttering, onbureaucratisering, een Europa dat zich richt op een aantal kerntaken, beginnend in 2014, dat ook daadwerkelijk heeft gepoogd te doen. Frans Timmermans heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd, ook anderen, ook de president van de commissie en uiteraard daartoe aangemoedigd door een grote meerderheid van de Europese Raad. Tegen die achtergrond wil ik ook wel iets zeggen, de heer Jetter refereerde daar natuurlijk aan, die zei, laat zien ook waar de prioriteiten liggen, durf daar ook daadkracht te tonen. En ik denk, als ik dat mag, ik zou een cappuccino krijgen. Dat is echt heerlijk. Ook belangrijke daadkracht. Dan denk ik dat uit de stukken zoals die voorliggen, vijf prioriteiten naar voren komen. In de eerste plaats een geïntegreerde aanpak voor migratie. Want we moeten de irreguliere migratiestromen naar en binnen de Europese Unie beheersbaar maken. Het tweede is het waarborgen van veiligheid in Europa. Een sterke en duurzame economie die bescherming biedt. Vier, een efficiënt en effectief klimaatbeleid. Waarbij het belangrijk is dat Europa is gecommitteerd eind dit jaar of begin volgend jaar aan de nieuwe doelen voor 2030 en 2050. U kent de inzet van de Nederlandse regering. Tegen die achtergrond mag ik wel opmerken dat het natuurlijk inspirerend is wat hier vandaag buiten is gebeurd. Zoveel jonge mensen die zich inzetten in de strijd tegen klimaatverandering, daar aandacht voor vragen. En ik heb net ook tegen de media gezegd, voor zover het een oproep is aan de Nederlandse regering om nog ambitieuzer te worden, dat lijkt me ingewikkeld. Want nog meer pleiten dan de 55% reductie, dat zie ik niet 1, 2, 3 lukken. Maar laten we er geen strijd van maken binnen Nederland wie elkaar overklast in het zetten van doelen. Maar vooral ook als een oproep, ook naar de rest van Europa, om Nederland te volgen in die klimaatambities. Ervoor te zorgen dat ook de rest van Europa zich beweegt naar die 55% op een manier waarbij zowel de mensen dat kunnen meemaken in hun persoonlijk leven als ook de bedrijven concurrerend blijven, maar ook hun eerlijke aandeel leveren. Maar op zichzelf mag ik dat ook hier nog een keer gezegd hebben, voorzitter, inspirerend dat zoveel jonge mensen zich inzetten voor de toekomst van deze aarde.
Was u klaar met het eerste onderwerp? Nee, ik dat was mijn vierde punt. En ik zag de heer Jette al tellen. Dus het vijfde punt is uiteraard een Europese Unie die de Europese waarden en belangen in het buitenland veiligstelt. Dat zijn de vijf prioriteiten die ook doorklinken in de agenda die vandaag voor ligt. Ja, mevrouw Buitenweg. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik zou het toch heel vervelend vinden als jongeren een verkeerd idee krijgen over hoe de situatie is. De premier zegt dat Nederland voorop loopt. Dat is waar wat betreft de ambities, de doelen, zoals de minister al, de president altijd zegt, de doelen om de doelen te bereiken. Maar het is natuurlijk niet waar wat betreft het resultaat. Daar is Nederland, er zijn een hoop Europese landen die daar veel sterker in zijn. Dus ik denk, het is goed om onze jongeren ook daar een helder beeld over te geven. De minister-president. Nou, die nuance is op onderdelen te rechtvaardigen. Goed, gaat ze verder. Ja, voorzitter. Dat brengt mij dan bij een paar vragen die aan mij gesteld zijn. Misschien nog even over de Europese parlementsverkiezingen. Mag ik hier het misverstand wegnemen dat ik die niet belangrijk zou vinden? Ik had de vraag in Buitenhof zo verstaan dat mij gevraagd werd: is dit niet een testcase om te kijken hoe de populistische partijen het gaan doen, hoe sterk ze ervoor staan? En daarvan is mijn opvatting dat gezien de gemiddeld hele lage opkomst bij Europese verkiezingen dat niet echt een testcase is voor de vraag hoe de populistische partijen het doen. En mag ik daaraan toevoegen, de in mijn ogen dan verkeerd soort populistische partijen. Ik hoop dat we hier allemaal populistisch zijn. Maar je hebt het goed soort populisme wat ook verantwoordelijkheid neemt en het verkeerd soort populisme wat geen verantwoordelijkheid neemt. Dus ik heb de vraag maar zo geïnterpreteerd: hoe doen de populistische partijen die geen verantwoordelijkheid willen nemen het in die verkiezingen? En bij die lage opkomst is dat nauwelijks te meten. Ik kan ook niet ontkennen dat tot op de zevens blijven liggen. De gedachte is dat ik de Europese verkiezingen niet belangrijk zou vinden. Ik heb ook in mijn eigen partij moeten doen natuurlijk om iedereen weer gemotiveerd te krijgen aan die verkiezingen te gaan meedoen. Mede ook door uit te leggen wat ik had willen zeggen, wat blijkbaar niet geheel was overgekomen. Dus ook naar Malika Asmani en de anderen op de VVD-lijst, ook nog een keer hier openlijk wat ik jullie al verteld heb op de maandagavond na die Buitenhof-uitzending. De heer Jetten. Voorzitter, dank voor het antwoord van de minister-president. Het was al een vrij lang antwoord, dus even voor de zekerheid, zodat we dat misverstand van Buitenhof definitief uit de wereld hebben. De minister-president vindt de verkiezing voor het Europese parlement van dit jaar relevant en belangrijk. En hij roept ook alle Nederlanders op om vooral naar de stembus te gaan. Totaal goede samenvatting. Kan ik geen komma aan veranderen. Voorzitter, dan kom ik op een paar vragen. En het eerste zijn de vragen natuurlijk over de euro. De heer Mulder heeft daarover vragen gesteld, maar er zijn ook vragen gekomen uit de hoek van de heer Omtzigt van het CDA. De heer Van Raan heeft er iets over gezegd, ook anderen. Laat ik je allereerst zeggen dat het buitengewoon belangrijk is natuurlijk dat is een bekend standpunt van de Nederlandse regering, dat landen zich houden aan de begrotingsregels. En dat het belangrijk is dat de commissie daar ook op toeziet. Dat is cruciaal voor de stabiliteit ook binnen de EMU. In dat kader, en dan komen we ook nog meteen even op die kwestie van die politieke Europese commissie, en daar zal ook de heer Blok nog wel nader op ingaan in zijn beantwoording, is het dan wel van belang dat de Europese Commissie ook feitelijk en strak toepast de afspraken en regels die we met elkaar hebben afgesproken. Kijk, ik sta zo in de wedstrijd dat wij als Nederland altijd hebben bevoorwoord een Europa dat communautair is, met een sterke rol voor de Europese Commissie, vanuit de gedachte dat de Europese Commissie ook een bescherming biedt aan de kleinere lidstaten, waarbij die Commissie natuurlijk initiatieven neemt, maar ook degene is die strikt en onpartijdig de regels moet toepassen. Wat dan schadelijk is, is als een commissie uiteindelijk zegt om politieke redenen, en dat is eigenlijk ook met zoveel woorden gezegd, ook in het verleden wel, vinden wij toch dat wij bij kleinere lidstaten wel houden aan die regels uit het Stabiliteits- en Groeipact. Ach, weet u, bij Italië toch even anders. En weet je, als we dat nou niet strak daar doen, of te strak daar doen, dan loop je nog het risico dat we daar zelfs de Fransen zouden moeten houden aan die afspraken. Nou, tegen die achtergrond maken wij ons daadwerkelijk zorgen over die Italiaanse situatie. Dat is ook tijdens de Eurogroep van 21 januari naar voren gebracht. Wij zetten vraagtekens bij de onderbouwing van het besluit van de Europese Commissie en betwijfelen of hier het SGP, het Stabiliteits- en Groeipact, correct is toegepast. Ik heb dat zelf uitvoerig aan snee gehad in mijn gesprekken met president Juncker, of ik moet eigenlijk zeggen voorzitter Juncker van de Europese Commissie, tijdens de G20 in Argentinië eind november. En ik heb het ook besproken vorige week in mijn telefoongesprek met derzelfde voorzitter van de Europese Commissie, vorige week donderdag.
En Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, heeft dat uitvoerig besproken tijdens de Eurogroep en heeft onder andere daar voor elkaar gekregen dat de commissie, en dat is belangrijk dat het gelukt is, dat hij dat voor elkaar heeft gekregen, dat op instigatie van hem, van Nederland, met steun van andere lidstaten, nu is toegezegd dat ook een schriftelijke uitleg komt over het besluit van de Europese Commissie. We wachten die uitleg nu af, maar we zijn hier bezorgd over, omdat uiteindelijk wij dit niet doen. De Nederlandse overheidsfinanciën op orde brengen, omdat dat moet van Europa. Dat doen we omdat wij gewoon zelf geen rommel willen doorschuiven aan de volgende generatie. Dus niet alleen in het milieu, maar ook niet in de begroting. Geen schuld doorschuiven. Maar het dan wel van belang is dat niet andere delen van het eurogebied daarmee wegkomen. Dat is schadelijk, dat schaadt ook het vertrouwen. En dit is een voorbeeld waar een commissie die bedoeld is om strikte regels na te leven, om politieke redenen besluit om dat op een bepaald punt niet te doen. En dat vind ik verkeerd. De heer Van Rooyen. Ja, ik dank de minister-president voor dit duidelijke antwoord, in lijn met wat minister Hoekstra ons in de commissie vanochtend ook al heeft verteld. We hebben vandaag ook een bericht gekregen dat de Europese Commissie de groeiprognose voor Italië heeft bijgesteld van 1% nog in december naar praktisch nul. En de koppen in de kranten zijn nu: Italië stevend door slechte groeiprognoses af op nieuwe begrotingscrisis. Voorzitter, dit is natuurlijk de zorg die wij allemaal hebben. En dat sterkt, denk ik, de minister-president en ook de minister van Financiën om, anders dan Moscovici dan vindt, dat u daar heel duidelijk en streng in moet blijven. Vindt u dit ook een goede extra ondersteuning, dit helaas slechte bericht, om aan die lijn vast te houden? Ja, eerst ga ik even. Ik denk, ik ben het natuurlijk helemaal met de geest van de vraag van de heer Van Rooyen eens, maar laat ik ook proberen formeel goed te antwoorden. Het is natuurlijk de Europese Commissie die moet vaststellen of zij voldoen aan het Stabiliteits- en Groeipact. Wij vinden op basis van alle cijfers die nu zichtbaar zijn in de begrotingsopstelling van Italië, dat wij niet kunnen voorstellen dat dat daadwerkelijk het standpunt zou zijn nu van de Commissie. Vandaar onze grote bezorgdheid over het besluit. Waar de heer Van Rooyen refereert is de recente ontwikkeling nu over de groeicijfers. Maar dan kom ik ook op een punt waar de heer Omtzigt naar vroeg. Die zei, ja, moet je niet een soort second opinion vragen? Daar zou ik niet voor zijn. En we moeten ook oppassen dat we niet zelf nieuwe groeicijfers ook weer gaan verdisconteren. Dus eens met de geest, de zorg is groot. Die wordt echt niet kleiner door wat we vandaag horen uit Italië. Maar laten we proberen te voorkomen dat we hier zelf een SGP-orgaantje opzetten. En een assessment-orgaan, dat kunnen we ook niet doen. Maar op basis van de openbare cijfers over de Italiaanse begroting is duidelijk dat zij op geen enkele manier voldoen aan Stabiliteits- en Groeipact. Voorzitter, de doelstelling was bij het standpunt van de commissie 2% 0,4. Toen was het dus nog 1 en het is nu al 0. Het kan ook nog minder 1 worden. De druk op Italië moet dan toch ook groter worden. En dat hoeft u hier niet in het openbaar te zeggen, maar het is duidelijk wat achter uw woorden schuilt. Maar wij hebben grote zorgen hierover. En depositogarantiestelsel is iets wat in het verschiet ligt. En ik wil hier toch wel aangeven dat als het helemaal die kant op gaat, dat we dat stoppen. Ja, maar dat depositogarantiestelsel, dat is nogal even ver weg, zoals bekend. Om redenen dat waar het gaat om de risicoreductie en de volgorde waarin we dat willen. Dat is ook trouwens een vraag die het CDA heeft gesteld. Hoe staat het met die risicoreductie-assessments? Maar daar kom ik zo nog wel even op. Maar dus ik koppel het even los van het depositogarantiestelsel. Laten we nou gewoon eerst even het Stabiliteits- en Groeipact zelf. Hier wil je niet dat een commissie om politieke redenen, dat is echt met zoveel woorden gezegd, afwijkt van de zuivere scheidsrechterstaak die de commissie heeft. We hebben niet voor niks als Nederland gepleit eerder voor een meer onafhankelijke commissaris voor het begrotingstoezicht, vergelijkbaar met de positie die Vestager heeft, de commissaris voor de mededinging. Dat is niet helemaal gelukt, wel een stukje gelukt. Dat is toen Olly Rehn geworden. Maar in deze commissie zie je toch dat weer een beetje aan het glijden is. En dat is niet goed. Gaat u verder? Op dit punt, mevrouw Buitenweg. Ja, ik probeer. Vorige keer had ik de premier meegekregen doordat hij zei dat ik misschien wel een punt had, of in ieder geval op onderdelen. En ik hoop dat nu weer even binnen te halen. Want het is natuurlijk zo dat de regels zijn afgesproken. Het is natuurlijk ook zo, als ik kijk naar de artikelen in het verdrag, dat er budgettaire armslag is. En zo staat het ook. Er zijn de regels afgesproken en vervolgens staat er dan waarbij ruimte wordt gelaten voor budgettaire armslag. En dat zijn natuurlijk juist de politieke afwegingen. Dus laten we niet doen
alsof er precieze procenten alleen maar zijn afgesproken en dat je die 100% langs een liniaal moet leggen en dat je dan een uitkomst hebt. Zo is het niet. Er moet natuurlijk ook worden gekeken naar wat nodig is voor investeringen in de economie. En daarbij is ook ruimte, zoals het in het verdrag staat, voor budgettaire armslag. En dat, ja, dat vraagt om politieke afwegingen. De minister-president. Nee, voorzitter. Ik vind het eigenlijk een gevaarlijke redenering. Wat mevrouw Buitenweg hier doet, is eigenlijk zeggen tegen de Europese Commissie, gaat uw gang maar. Die ruimte is eerlijk gezegd niet. Er is uiteraard altijd mogelijk, als je de regels toepast, om nog eens even heel precies te kijken op de laatste tiende van een procent, op de precieze timing van maatregelen, daar zit enige ruimte. Maar wat hier gebeurt, een grote afwijking van wat je zou verwachten. Italië heeft een staatsschuld van meer dan 130%. We weten allemaal, een land met een staatsschuld van boven de 90% heeft zeer waarschijnlijk grote problemen om ooit nog tot gezonde groeiverwachtingen te komen. Er zijn we een staatsschuld van, overigens Frankrijk heeft dit met een staatsschuld van 100%. Hè. Dus zie ook hoe risicovol dat is. Als dan ook alweer een beetje bij gesuggereerd wordt, zo in de woordvoering eromheen, de spin eromheen, ja, maar we moeten ook wel oppassen dat we niet dadelijk Frankrijk misschien ook nog moeten houden aan het stabiliteits- en groeipact. Dus dit is echt een risico. En het is niet zozeer nog precies het feit dat ze het wel of niet doen, maar ook, laten we zeggen, de hele redenering die eromheen gelegd wordt. Het is niet voor niks dat Juncker heeft gezegd, Frankrijk was te groot om te houden een stabiliteits- en groeipact een paar jaar geleden. Het is niet voor niks dat opnieuw de spin uit de commissie nu is rondom Italië, mede ook vanwege wat Frankrijk misschien moet doen in de toekomst. We doen het niet. Dus het is echt belangrijk. Wil je in Nederland het draagvlak houden voor Europa, voor de euro? Misschien nog een laatste zin en dan ga ik kortere antwoorden geven verder, ja. Voorzitter. Beloof ik, maar toch even op één punt nog. De ECB heeft een lage rentepolitiek. Dat leidt ertoe dat in Nederland besparingen, maar ook pensioenopbouw, natuurlijk besparingen klein zijn, de rente erop, pensioenopbouw ingewikkeld is, de rente op pensioenen. Dat is mede ook ingegeven vanwege de buitengewoon zorgelijke situatie waarin Europa zich bevond in 2012, de grote spread op de onder andere de Italiaanse rentes. Dat heeft allemaal direct te maken met het onvoldoende hervormen van die economieën. Dus het heeft ook nu al een impact op landen als Nederland en Duitsland. En dat weten mensen. En we moeten echt oppassen, wil je het verkeerd soort populisme hier geen goede grond bieden, dat we hier te lenient zijn. Tot slot. Ja, tot slot is, ik merk alleen maar op dat de Europese Commissie gewoon formeel ook een bepaalde armslag heeft. En dat het eigenlijk nooit aangaat om echt belangrijke besluiten over groei in een land, over werkgelegenheid, over een sociaal stelsel wat je nog overeind moet houden. Dat zijn niet zaken die je alleen maar kan aflezen aan zeg maar, de precieze procenten en hoeveel dat achter de komma is. Dat moet je in overleg doen. Ik ben het ermee eens dat Italië voor grote uitdagingen staat en dat we daar echt serieus het gesprek mee moeten aangaan. Dus ik denk niet daar al te licht over. Tegelijkertijd denk ik dat je niet helpt. Ook niet dat we Italië ook nog tot iets bewegen als we alleen maar naar die precieze cijfertjes achter de komma kijken. En niet kijken op welke wijze we dan ook zorgen dat die economie op orde komt. En ik herinner eraan dat die flexibiliteit een politieke afweging heeft en dat die vaststaat in de verdragen. Nee, die heeft hij niet. Net zoals een rechter moet je altijd rekening houden met bepaalde omstandigheden. Dat is onderdeel van wat een rechter doet, maar dat is niet politiek. Dat is de toepassing van de wet, dat is de toepassing van het recht, dat is de toepassing van de regels om anderen ook aan de regels van de club te houden. En natuurlijk hou je daar in de laatste procentpunten rekening met bepaalde specifieke omstandigheden. Maar dat kun je op geen enkele manier nu van toepassing verklaren op Italië. En ik vind het bewonderenswaardig dat mevrouw Buitenweg het hier opneemt voor de huidige Italiaanse regering. Nou, dan weten ze waar hun vrienden zitten. Ja, dat is een beetje uitlokken. Mevrouw, dat is wel waar. Mag reageren. Nou, waar we het de vorige keer bijna eens werden. Ja. Nou, dat zal vast in de toekomst ook wel weer af en toe het geval zijn. Maar ik denk dat het van belang is om niet hieruit af te leiden dat GroenLinks er zomaar voor is dat alles over de plinten kan klotsen. Het gaat er alleen om dat ik denk dat ook economie, dat het ook een kwestie is van politieke keuze en niet alleen maar van boekhouden. En dat het een grote impact heeft op de bevolking en ook de werkgelegenheid ook in Italië. Mevrouw, en dat moeten wij ons aantrekken. Nee. Niet hier, echt niet. Ik ben het er fundamenteel mee oneens. Dit is niet politiek. En degene die de regels moet toepassen, die mag rekening houden in de precieze weging van die regels, in de laatste procentpunten van hoe die daarmee omgaat. Als het gaat om investeringen, pensioenen, et cetera. Dat begrijp ik. Als een land bezig is uit de excessive deficit procedure te komen, dan begrijp ik ook heel goed dat de commissie best kan zeggen, in overleg met zo'n land, als we het nou eens even zo doen, dan gaat dat net wat sneller. Dat is niet politiek, dat is het verstandig toepassen van regels. Het wordt politiek als je zegt als commissie, en dat heeft Juncker letterlijk gezegd, Frankrijk is te groot om aan te pakken. Dat is politiek. En als Blok dus in zijn Financial Times artikel schrijft, je moet niet een politieke commissie willen, is dat wat we bedoelen.
De heer Omtzigt. Voorzitter, de premier is volstrekt helder. Italië voldoet op geen enkele manier aan het Stabiliteits- en Groeipact. Dat deel ik. Op welk punt heeft de premier dit geagendeerd of met meer landen een coalitie gemaakt om binnen de Europese Raad dit aan de orde te stellen of de commissie een brief te schrijven met een aantal landen waarin ze zeggen ze voldoen niet en wilt u alsjeblieft optreden? Of blijft dit bij een constatering in de Tweede Kamer? Nou, ik heb dat net helemaal uitgelegd. Ik heb dat meerdere keer met de president van de commissie besproken. Nou, ik zal dat niet herhalen. Ik heb dat net toegelicht in nauwe samenspraak met de minister van Financiën die dat op de plek waar dat nu thuis wordt, dat is de Eurogroep, en de ECOFIN voor elkaar heeft gekregen. En ik denk dat dat heel goed is op 1 januari dat nu de commissie met een schriftelijke uitleg gaat komen op verzoek van de Eurogroep. En dat komt omdat we erin geslaagd zijn, hij erin geslaagd is in de Eurogroep, daarvoor een coalitie te bouwen. De heer Omtzigt. Voorzitter. Telefoneren is één ding, dat is belangrijk. Maar op het moment dat je het fundamenteel niet eens bent, dan laat je dat ook zien in de besluitvorming. Een premier is namelijk niet voor opinieartikelen, een premier is er voor de besluitvorming. Heeft hij in de besluitvormende organen van de Unie, de Commissie en de Raad. En de Raad heeft ook in mei, en daar zit de premier in december uitgebreid gesproken over onder andere Italië. Heeft hij daar formeel geagendeerd dat ze niet aan voldoen en maatregelen voorgesteld? En is hij dat van plan? De Raad heeft niet gesproken over Italië in besluitvorming of andere zin in december. Ik heb daar en bij de G20, dus in Argentinië, 2 weken daarvoor, met telefoongesprek vorige week met Juncker, onze standpunt hierover weergegeven. In nauwe coördinatie met de minister van Financiën, die dat heeft neergelegd in het besluitvormende orgaan waar dat nu aan de orde is, namelijk de Eurogroep ECOFIN. Nou, voorzitter, dan constateer ik dat het nog niet formeel naar neergelegd is. En dan roep ik de regering op dat wel formeel te maken. Als die afwijking zo groot is en de risico's zo groot, volstaat een enkel telefoongesprek niet. Want mag ik de premier hier één vraag stellen? We hebben gezien dat de Italiaanse regering besloten heeft om uit de publieke kas iedereen vanaf 62 jaar, als je maar 38 pensioenjaren hebt, maar die kun je nog inkopen ook nog, met pensioen te laten gaan. Dat kost 40 miljard. 40 miljard. Lopen wij nu het risico dat we binnen een jaar ofwel via het OMT-programma van de ECB ofwel via ESM-noodsteun leningen of financiering gaan verschaffen voor dit Italiaanse vroegpensioen en dat dat betaald wordt door de Nederlandse belastingbetaler? Ja, maar voorzitter, toch op het eerste punt. De heer Omtzigt mag beweren dat hij niet heeft gehoord dat dit op de formele plek aan de orde is gesteld. Dat is wel gebeurd. In nauwe coördinatie tussen mij en minister van Financiën is dat ook in formele zin aan de orde geweest in de relevante raadsformaties. En heeft dat geleid tot een coalitie zodanig dat de commissie is gedwongen om met een schriftelijke uitleg te komen. Dus dat op het eerste punt van de heer Omtzigt. Op het tweede punt, dat zijn natuurlijk ontwikkelingen waar we ook met zorg naar kijken. Maar hij is in zijn redenering nu 3 stappen verder. De commissie heeft in zijn redenering nu vastgehouden aan het oordeel wat ze hebben, terwijl Italië nog later dit voorjaar moet komen met nadere berichten en de commissie op het nadere besluiten moet komen. Hij heeft een interpretatie van het betrokken vervroegd pensioenplan wat Italië heeft neergelegd. En hij heeft tot de conclusie getrokken dat op basis daarvan het ESM wordt ingeschakeld. Daar zitten 3 als dans in. Ik vind het dan ook wel zuiver. Willen wij de commissie houden aan de niet-politieke maar feitelijke rol in het overeind houden van het Stabiliteits- en Groeipact. Dat ik ook van mijn kant nu niet in 3 als dan redenering met de heer Omtzigt meega om te zeggen wat wij dan bij de 3e als dan gaan doen. Voorzitter. Echt, tot slot. Op dat laatste punt. Ja. Italië heeft nog na deze begroting dit decreet uitgevaardigd van 40 miljard. Dus dat komt nog bovenop alle ellende die er al was. 40 miljard, vorige week. Daar hebben de Italiaanse rekenmeesters van gezegd dat kost 40 miljard. Dus dat verzinnen wij niet, dat doen wij. Dat is geen als-dan redenering. Dat is waar de mensen in Italië voor in de rij staan. Dat ze met 62 met pensioen kunnen. Dat zou dus Nederland overigens ook doen, als dat mocht. Daar staan ze voor in de rij. Italië voldoet niet aan het Stabiliteits- en Groeipact. Dat zegt de premier zelf. En de premier zegt, je komt er eigenlijk niet uit als je boven de 90% staatsschuld zit. Dan zit nou, ze zitten er boven de 130%. Dat betekent een reële kans dat ze steun bij de Unie gaan vragen. Dus daarom de heldere vraag. Kan de premier garanderen dat Italië geen steun aanvraagt, waardoor Nederland gedwongen wordt om ofwel via de ECB, hetzij via de noodfondsen, mee te betalen aan de Italiaanse vroegpensioenen?
Ja, voorzitter, ik haal toch het vorige antwoord. Volgens mij zijn de Omtzigt en ik het eens over onze grote bezorgdheid over Italië. Hoor ik hem ook niet meer op zijn vorige punt terugkomen. Dus blijkbaar heb ik hem daar nu van overtuigd dat dit ook is geagendeerd op de relevante plekken. Ook in formele zin en niet alleen de contacten die er zijn. Nee, dus daar ben ik blij om. Vervolgens komt hij met één maatregel waar ik met hem me ook grote zorgen over maak. Zoals ik me over heel veel aspecten van het Italiaanse begrotingsbeleid grote zorgen maak. Maar hij komt ook met drie als-dan redeneringen. En wil ik in staat zijn om de commissie te houden aan hun feitelijke rol in het proces, dan moet ik dat ook zelf doen. Dan moet ik ook rolvast zijn. De heer Omtzigt kan zich daar meer permitteren als Kamerlid. Ik als premier kan dat niet doen. Ik heb mij te houden ook aan mijn functierol in dat proces. En wat de heer doet is drie als-dan redeneringen neerleggen die uitkomt bij een aanvraag van een noodprogramma bij het ESM. Dan zijn we echt drie stappen verder. De heer Omtzigt kan denk ik wel raden wat we daar allemaal van zouden vinden, maar daar ga ik nu geen commentaar op geven. Nee, meneer Omtzigt, kom op. Ik ga naar mevrouw... Nee, mevrouw Leijten, u heeft het woord, want de heer Van Rooij is net geweest. Mevrouw Leijten. Ja, ik wil even terugkomen op het interruptiedebatje wat de minister-president had met collega van GroenLinks Buitenweg. Want de regels die zijn opgesteld zijn natuurlijk al politieke keuzes, van hoe je dat stabiliteit en groeipact houdt. Maar het is toch niet uit te leggen dat er wel een strafexpeditie richting Italië is gestart, maar dat we al jaren wegkijken bij Frankrijk. Dat is wel degelijk politieke keuzes. Je pakt je vriend Macron niet aan en een regeringsleider die niet bij je politieke vrienden hoort, die ga je wel aanpakken. Dat ziet er toch niet uit? Nou ja, ik zou naar de handelingen willen verwijzen waar volgens mij mevrouw en ik het eens zijn. Ik heb net verwezen naar juist ook de obstructie van mijn standpunt. Dat politieke keuzes op dit soort terreinen van een Europese Commissie onwenselijk zijn. Ik zie ook ons artikel of van de regering van minister van Buitenlandse Zaken in de Financial Times. Op zaken waarbij in het verleden gezegd door de Europese Commissie op punt van Frankrijk, een aantal jaar geleden, wij kunnen ze niet aanpakken want ze zijn te groot. En de hele spin nu rondom het niet aanpakken van Italië opnieuw is, dat doen we niet, vanwege Italië, groot, en oh jee, dadelijk moeten we misschien ook wel naar Frankrijk toe. Dat is uitermate schadelijk voor het vertrouwen in het eurosysteem. Daarnaast, net zoals bij wetgeving, het opstellen van wet is politiek. Dat klopt. Dus hoe maak je de regels van de stabiliteits- en groeipact? Ik kom daar nog op de vraag van de heer Mulder hoe wij dat verder willen aanscherpen. Dat zijn politieke keuzes. Maar als die eenmaal gemaakt zijn, in het communautaire stelsel wat we hebben, is de rol van de Europese Commissie om die regels toe te passen. En als daarvan afgeweken wordt, is dat nooit om politieke reden, maar dan is dat omdat het op de inhoud, in de geest van die regels, beter is net zo of net zo. Bij Italië is die ruimte er op geen enkele manier. Mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, ik hoorde net de minister-president tegen mevrouw Buitenweg zeggen, nee, de beslissing om te handhaven is niet politiek. En nu geeft hij eigenlijk aan, ja, die regels die worden niet gehandhaafd in het geval van Frankrijk, omdat daar politieke afwegingen worden gemaakt. Mag ik dan aan de minister-president vragen waarom hij wel nodig vond om op Davos bij de World Economic Forum wel uit te halen naar Italië, dat ze zich aan de regels moeten houden, maar dan wederom te zwijgen over Frankrijk. Dan zou hij nu ook moeten zeggen, ik ga nu in het vervolg Italië en Frankrijk in één zin noemen. Ja, daarom zijn we elkaar in een donker bos kwijtgeraakt. Want ik heb juist net gezegd dat in het geval van Frankrijk een aantal jaar geleden de Europese Commissie, toen het zonneklaar was dat Frankrijk wel moet worden aangepakt, heeft gezegd om politieke redenen, too big, was geloof ik letterlijk de uitspraak van Juncker, gaan we dat niet doen. Op dit moment zit Frankrijk in een andere situatie. Er is op dit moment in ons oordeel geen noodzaak om Frankrijk nu, gegeven het feit dat ze onder de 3% zijn en een aantal andere maatregelen hebben genomen, om Frankrijk nu in dezelfde klas te zetten als Italië. De spin niettemin rondom Italië is, ja, maar als Frankrijk de komende tijd, zie ook de gele vestjesbeweging en wat dat mogelijk aan kosten met zich meebrengt, toch weer in een situatie zou komen dat ze niet voldoen aan de stabiliteits- en groeipactregels, dan zijn ze te groot om aan te pakken. Op dit moment is ons oordeel dat zich dit bij Italië voordoet, en ik heb Frankrijk als voorbeeld gebruikt hoe dat een paar jaar geleden letterlijk gezegd werd, te groot om te handelen. En dus politiek, en dus verkeerd, en dus de commissie geen politieke rol. Tot slot, mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, een donker bos, daar wandelen wij nooit, zeg ik maar tegen de minister-president. Maar Frankrijk gaat nu een groter tekort dan 3% aan. Die zat namelijk op 2,9 en die gaat extra geld uitgeven om de gele hesjes tegemoet te komen. Dus we weten dat ze dat gaan doen. En ik vind dat zo meten met twee maten. Precies op de rechtsstatelijkheid ook.
Hoe terecht het wellicht ook is dat we tegen Polen en Hongarije zeggen, doe iets aan de rechtsstaat. Zo schokkend is het dat we Malta weg laten komen met het gebrek aan rechtsstatelijkheid. En daar zijn dan allemaal redenen voor aan te voeren. Zelfs de minister van Buitenlandse Zaken wilde niet in mee dat daar eigenlijk ook zo'n procedure naar moet zijn. Weet u, dat is zo arbitrair, dat roept weerstand op. En dat is niet eerlijk in het handhaven van dan wel de begrotingsregels richting Italië en Frankrijk, dan wel de rechtsstatelijkheid. Dan pak je wel Hongarije en Polen terecht aan, maar je laat Malta wegkomen. Dat ziet er niet uit. Ja, voorzitter, toch even op Frankrijk. Heeft mevrouw Leijten eigenlijk net geschetst ook waar zij financieel staan. In ieder geval stonden de laatste keer dat de commissie aan zet was om daar een oordeel over te geven. Wij hebben geen reden gehad op dat moment, gegeven de macro-economische cijfers van Frankrijk, om te menen dat de commissie daar een verkeerd oordeel gaf. En wat mevrouw Leijten vervolgens doet is zeggen, ja, maar daarna is de toespraak van Macron op televisie geweest met de 10 miljard. Dus dan zullen ze nu wel over de 3 heen gaan. Dat moet dan ook weer blijken. En als dat zo zou zijn, dan gaan wij ervan uit dat de commissie de stappen zet die gezet moeten worden. En zo niet, dan zullen wij ook daar hetzelfde orde over hebben als bij Italië. Maar ook dat is wel een zaak van stap voor stap en op het juiste moment. De laatste keer dat dit speelde, bij Italië en Frankrijk, hadden wij geen reden om met Frankrijk deze opmerking te maken. En ook hier moet je oppassen dat je niet als Nederland gaat zeggen, omdat er 10 miljard meer wordt uitgegeven, gaat dus dit gebeuren. Dat ligt nu juist bij de commissie. Daarom ben ik het ook niet eens met Omtzigt dat daar bij Nederland een soort second opinion rol zou moeten gelden. Want daar wordt ook in verdisconteerd de groeicijfers van zo'n economie. Goed. En andere elementen. En die zullen gezamenlijk ertoe moeten leiden om vast te stellen of Frankrijk nog wel of niet voldoet aan stabiliteits- en groeipact. Korte vraag, de heer Van Rooyen. Korte vraag. Vanochtend hebben we hetzelfde debat met minister Hoekstra gehad in de Ecofin. En die op mijn vraag antwoordde over Italië. Er waren een aantal landen, een aantal ministers van Financiën die grote zorgen hadden over de begroting van Italië. Toen heeft de commissie zelf een besluit genomen. En hij zei, ja, daarna was het voor de ministers van Financiën mosterd van na de maaltijd. Dus het is allemaal goed besproken, meneer Van Rooyen. Mijn vraag is, vindt u dat die procedure moet veranderen? Ik heb de minister gevraagd of hij zelf eventueel een agenderingsrecht wil hebben, dat als de ministers van Financiën iets vinden, dat voordat de commissie een besluit neemt, de ministers van Financiën nog een kans krijgen dat via de agenda aan de orde te stellen. Want ze zijn gewoon voorbijgespeeld. Ja, maar meneer Van Rooyen, want ik wil niet wat eigenlijk in algemene overleggen uitgebreid besproken, dat het in de plenaire zaal dunnetjes wordt overgedaan. Was de strekking niet. De strekking van mijn vraag was of de minister-president de zorg van de minister van Financiën, maar ook van meerdere in de Kamer deelt, dat er iets moet gebeuren dat de commissie als de minister van Financiën iets vinden, dat ze daar wel rekening mee houden. Ja, het mooie van mijn samenwerking met de heer Van Rooyen is altijd dat hij altijd net een vraag stelt die in opmaat is naar mijn al geplande volgende antwoord. Wat eigenlijk bedoeld was in de richting van de heer Mulder. Want die vroeg, moet er niet meer hervormd worden rondom een stabiliteits- en groeipact? Ja. Wij vinden eigenlijk op 5 elementen dat ze het zou moeten. Het inperken van de flexibiliteit en beoordelingsruimte. Het versimpelen van de regels. Een striktere handhaving van de regels. En het zijn er 4 trouwens. De 4e is het vergroten van de voorspelbaarheid bij de uitvoering van de regels. Daar zit mogelijk ook waar de heer Van Rooyen op hint. Ik wil het hier eigenlijk bij laten, omdat dit dan ook echt nu helemaal in het terrein zit van de minister van Financiën. En ook hoe hij nu als eerste denk aan zetten met de Kamer het debat te voeren over die verdere verscherping van het stabiliteits- en groeipact. Maar dit zijn op de headlines hoe wij die hervorming voor ons zien. De heer Jetten. Voorzitter, ik heb geluisterd naar de antwoorden van de minister-president op heel veel interrupties. En ik weet eigenlijk nog steeds niet wat de minister-president verstaat onder een politieke commissie. Wat is politiek? Hier is politiek, als een commissie zelf zegt, omdat het risicovol is om in het geval van dit onderwerp, en de minister van Buitenlandse Zaken zal daar 2 andere terreinen gebruiken, dacht ik. Hè? Buiten de euro zijn er nog 2 terreinen waar je heel goed kunt zien hoe gevaarlijk het is als de commissie politiek wordt. En hoe slecht dat is voor zeker ook de kleinere lidstaten en voor de benadering van het communautaire Europa. Hier is politiek dat de commissie zegt, de regels zeggen we moeten A doen. Frankrijk is te groot, we doen het niet. De regels zeggen we moeten A doen. Ja, misschien moeten we dadelijk ook weer Frankrijk. We doen het nu niet bij Italië. Dat is politiek. Want dan ben je bezig om met 2 maten te meten. En dat is niet in het belang van Europa. We hebben er belang bij dat de commissie op dit soort belangrijke punten, en daar zullen voorbeelden volgen op het terrein van bijvoorbeeld rule of law en nog een derde, dat de commissie zich strikt houdt aan de regelgeving. De heer Jetten. Ja, voorzitter.
dan vat ik het samen als zodra er sprake is van willekeur, is er sprake van politiek optreden. De vraag is natuurlijk of dat die willekeur ontstaat omdat de Europese Commissie het niet kan of niet wil. Of omdat regeringsleiders de Europese Commissie dwingen om anders te handelen dan ze misschien zelf zou willen doen. Maar in de inleiding hoorde ik de minister-president ook zeggen, we staan voor een aantal hele grote uitdagingen in Europa. Klimaat, migratie, veiligheid, versterken van onze economie. En die grote uitdagingen die kunnen we niet aan als we niet Europees samenwerken. Hoe moet een niet-politieke commissie leiderschap pakken op die grote thema's? Nou, het leiderschap moet worden gepakt door het orgaan in Europa wat is aangesteld om politiek sturing aan de Unie te geven. Dat is de Europese Raad. En de daaronder vallende relevante raadsformaties, niet de Europese Commissie. De Europese Commissie moet op basis van de politieke overal aansturing vanuit de Europese Raad is bevoegd om met initiatieven te komen op het terrein van wet en regelgeving. Wat dan vervolgens, nou, ik ga niet het hele Europees recht hier uitleggen, u weet hoe het werkt. De commissie heeft erbij een belangrijke rol, ook in de uitvoering daarvan, vanzelfsprekend. En we zullen daar, nogmaals, minister van Buitenlandse Zaken zal een paar scherpe voorbeelden laten zien hoe gevaarlijk het is als de commissie daar niet strak een strakke koers vaart en daarbij ruimte laat voor de willekeur. Voor een meer politieke invulling van die rol om te zeggen, nou het komt ons hier even niet uit. Misschien komt het ons ook wel politiek in die zin even niet uit dat een bepaalde politieke kleur in de commissie dat even niet uitkomt. Het is niet omdat op de uitvoering van die regelgeving de Europese Raad iets vindt. De Europese Raad heeft niet gesproken over het wel of niet opleggen van strikte opdrachten nu aan Italië op grond van het Stabiliteits- en Groeipact. Omdat we helemaal niet aan zet zijn. De commissie is aan zet. Dat is ook de juiste volgorde. En moet dat dan doen impartially zonder zich te vergalopperen aan een politiek oordeel. De heer Jetten. Ja, voorzitter, als we dat, deze lijn van de minister-president volgen, dan pak ik even als voorbeeld de migratiecrisis. Tienduizenden vluchtelingen vanuit Syrië die vluchten voor oorlog en geweld staan aan de grens van Europa op zoek naar een veilige plek. Als we het dan alleen maar over zouden laten aan de Raad en de commissie daar geen enkele rol in geven, dan gaan 28 regeringsleiders, ministers elkaar aan zitten kijken en er is er altijd wel één die het even niet goed uitkomt dat we daar daadkrachtig als Europa in gaan optreden. Dus alles bij de Europese Raad laten en de Europese Commissie alleen maar een technocratisch uitvoerorgaan maken, dat leidt ertoe dat er nooit iemand politiek leiderschap pakt als die lidstaten er niet uitkomen. Maar de commissie is geen technocratisch uitvoeringsorgaan. De Europese Commissie heeft ook het initiatiefrecht. Maar wel op basis van de overal politieke aansturing die komt vanuit de Europese Raad. Zo is het in de Europese verdragen geregeld. En binnen die overall guidance heeft de commissie vergaande bevoegdheden om initiatieven te nemen. Dat moeten ze ook doen. En daarmee ook te proberen het debat weer los te trekken. Maar als vervolgens wetgeving heeft plaatsgevonden, de regels zijn afgesproken en het gaat om de toepassing van die afspraken op rule of law, democratie, de euro. Als er dan ruimte is bij zo'n commissie om te zeggen hier wel en daar niet, sorry, dan verlies je het hele draagvlak voor het functioneren van de Europese Commissie. Dat moet je niet willen. Echt. Tot slot, voorzitter. Volgens mij kunnen de minister-president en ik elkaar in het midden vinden als het gaat om de uitvoering en de naleving van regels. Natuurlijk mag er dan geen sprake zijn van willekeur, maar als we willen dat de Europese Unie sterker daadkrachtig kan opereren, initiatief neemt op die grote uitdagingen van deze tijd, dan kun je niet in generieke zin zeggen de Europese Commissie mag niet politiek optreden, want juist op migratie, juist op klimaat en juist op een sterke economie en bescherming van onze waarden hebben we politiek leiderschap nodig. Maar wel binnen de overal aansturing vanuit de Europese Raad die het politieke kader en de politieke agenda neerlegt. Het is niet voor niks dat we op 9 mei in Sibiu een Europese Raad hebben, maar we praten over de volgende vijfjaarsperiode dat dadelijk na de Europese verkiezingen de Europese Raad de politieke guidance meegeeft van, laten we zeggen, de umbrella, de hele paraplu waarbinnen dadelijk de komende 5 jaar de nieuwe Europese Commissie moet functioneren. Binnen de context waarvan ook besluiten moeten worden genomen over de samenstelling. De heer Anne Mulder. Over de commissie, maar als je ziet wat de commissie doet, de minister-president zei het al, initiatiefwet maken, ze toetsen begrotingen, en als landen zich niet aan de regel houden, dan wordt ook nog gehandhaafd. Maar moet je die functies dan niet splitsen? Want het probleem zit hem toch mede in de combinatie van al die taken bij de commissie die dit maken. Als je nou de handhavingstaak weghaalt, dan heb je een onafhankelijk instituut in Europa dat gewoon zegt, u voldoet niet aan de regels, klaar. Dan ben je uit het politieke. Ja, de brief van, ik dacht, 11 september 2011 van het eerste kabinet waar ik voorzitter van mocht zijn, ging daarover. Hè? Dat ging daarover hoe we vergelijkbaar met de positie van de commissaris voor de mededinging ook een commissaris zouden hebben voor de begrotingshandhaving. En wij zijn er toen in oktober van 2011 in geslaagd om wel een heel deel van dat denken verankerd te krijgen in de afspraken. Ook in het kader van het 2-pack en het 6-pack en alles daaromheen, wat toen speelde in 2011-2012. Niet alles, wel een heel eind, maar goed, je sluit compromissen. Dat ging ook eigenlijk goed toen Olly Rehn daar zat.
Je ziet met deze Europese Commissie, moet toch eerlijk zeggen, dat op dit punt, ik ben heel blij met ze wat ze doen om, laten we zeggen, te focusseren in het takenpakket van Europa. En ze doen heel veel goed werk. Maar op het punt hier van het naleven van de stabiliteits- en groeipactafspraken, bijvoorbeeld bij Italië, doen ze dat niet. Daar ben ik heel kritisch over. De heer Annenhoek. Ik kan ook bij mededingen, dat was net interruptie met mevrouw De Lange. Als het om Siemens, moet het nou fuseren of niet? Nou, dan is het toch simpel. Dan heb je een onafhankelijke toezichthouder die kijkt of dat mag. En als je de wet en regels wil geven, doe je dat weer ergens anders. Maar niet in één hand. Dan is het toch zuiver. Dan zijn we toch van een hele hoop problemen en discussies af. En als de minister-president zich daar nou voor wil inzetten, bij een nieuwe commissie, helpt dat enorm. Nou ja, kijk, dit is in ieder geval het denken hoe Nederland er tegenover, er altijd al jaren tegenaan kijkt. Dat zoveel mogelijk onpartijdig te doen en gefirewalled. En dat was ook ons hele idee in onze brief van 2011. Dat die commissaris voor de begroting, voor de handhaving van stabiliteits- en groeipact, een vergelijkbare positie zou krijgen als de positie waarin nu de Deense commissaris opereert. Die zich bezighoudt met de mededinging. Dat is toen niet helemaal gelukt. En dat zie je dus ook terug bij deze commissie. Maar wij zullen daarvoor blijven pleiten. Ik verwacht niet dat daar grote doorbraken te verwachten zijn op korte termijn. Omdat de belangen in Europa daar natuurlijk niet bepaald centrifugaal zijn. Dank u wel. Zo. Ja, nog één vraag, voorzitter. Ja. Dat ging over die ik heb. En dan gaan we naar, wat mij betreft, naar de heer Blok. Ja. Minister van Buitenlandse Zaken. De belastingontduiking was een vraag over. En ik ben het eigenlijk met de heer Tang daar op dat punt eens. Ongewenste belastingfraude. Dat is ook een reden waarom het kabinet dat wil aanpakken. Het vorige kabinet, ook dit kabinet. Dat heeft er onder andere toe geleid in de sfeer waarin we de laatste jaren ook breed in de Kamer opereren. Dat begin 2018... Menno Snel, de staatssecretaris, op dit terrein een aantal maatregelen heeft aangekondigd om belastingontduiking en ontwijking, niet net zo belangrijk, maar ook belangrijk, maar zeker ook belastingontduiking, om dat aan te pakken. Die zien er onder andere op toe dat transparantie wordt vergroot, de integriteit wordt vergroot, de administratieve samenwerking. Ook op het gebied van de value-added tax, de BTW, is Nederland constructief in Europa om fraude aan te pakken. Dat zie je bijvoorbeeld bij de uitwisseling van betaalgegevens, zodat risico's in kaart kunnen worden gebracht. En wij zijn van plan op dit spoor ook de U aangemoedigd door te gaan. Mevrouw Buitenweg. Daarmee waren mijn vragen beantwoord, voorzitter. Mevrouw Buitenweg, is er nog vragen blijven liggen? Zeker. En ik had ook niet durven hopen dat de premier mijn punt zo ontzettend zou onderstrepen. Want het belangrijkste punt wat ik heb gemaakt is dat de premier wel vol op het orgel gaat wanneer het gaat over Italië en de euro, wanneer het gaat om de centen en over de rechtsstaat opvallend stil is. Net hier heeft hij hier in de Tweede Kamer over Italië in de hele discussie gezegd, nee, nee, nee. Wat horen we over Italië? Dat de minister van Buitenlandse Zaken het mag opknappen. Maar ook dit is chefzagge. Ik wil dat er leiderschap is van Nederland, namelijk op dit punt van de rechtsstaat, op het punt dat de artikel 7-procedure is begonnen, mede op aanleiding van mijn rapport van mijn collega Sargentini. En ik zie u gewoon weglopen. Dit is een van de belangrijkste punten. En wat wilt u weten? Nou, wat ik wil weten is waarom u het niet net zo belangrijk vindt, de rechtsstaat, dan de centen. Waarom maakt u zich wel heel erg hard voor een strikter beleid ten aanzien van de euro? En bent u opvallend stil over de rechtsstaat? De minister-president. Ja, ik zou nou een lelijk woord kunnen gebruiken, maar het is echt geklets. Maar waar zet u dat op? We hebben hier een rol. We zitten hier met twee bewindslieden. Dat doet de Kamer, vraagt dan kom allebei. Dus wij maken onderling een taakverdeling. Hoe gaat dat? Dat je met elkaar, we hadden het ook anders kunnen verdelen voor hetzelfde geld wat Blok hier de EMU gedaan dan dat ik de rechtsstaat behandel. Maar je moet het verdelen. Dus hij heeft nu dat stapeltje. Ik heb dat stapeltje nu niet. Maar ik hoef zich er enkele zorgen over te maken. Voor mij is Europa, behalve de markt, en dat is ook het verschuiven in mijn denken, ook veiligheid. Niet als in een Europees leger, maar wel als in dat je samenwerkt, ingebed bent in een sterke Unie, dat het ook veiligheid biedt, is ook een waardegemeenschap. Die waardegemeenschap is in de kern natuurlijk ondenkbaar als landen zich niet houden aan de gemeenschappelijke afspraken. De gesprekken die ik heb gehad nog in september, toen wij hier moesten schorsen voor de algemene beschouwingen, toen we de top in Salzburg hadden. De indringende gesprekken die ik daar heb gevoerd en marge van die top met Orbán, naar aanleiding van wat uw partijgenoot overkwam in het Europees parlement en wat Guy Verhofstadt overkwam in Hongarije. Ik vind dat schandalig, onacceptabel. Ik heb hem dat verteld. Eén voorbeeld, naast zoveel andere voorbeelden. Dit is voor mij ontzettend belangrijk, omdat een sterke vereniging Europese Unie niet kan bestaan als niet alle drie tegelijkertijd goed gaat. Zowel de rule of law als een sterke munt en markt,
als het feit dat door samen te werken we ingebed zijn in een grote veiligheidsstructuur. Dus gaan we nou niet alstublieft conclusies trekken omdat we die rolverdeling zo gedaan hadden. Want het had net zo goed andersom kunnen zijn, daar zit geen diepere betekenis achter. Mevrouw Buitenweg. Nou, dat geloof ik dan weer niet. Ik weet ook niet aan wie het nou precies was uitbesteed in Davos dan. Weet je, wie dan naast premier Rutte dan ook nog ergens anders iets had gezegd over de rechtsstaat. Kijk waar het over gaat. Dus ik twijfel er niet aan dat de premier zich hard maakt en ook in gesprek is met de Hongaarse premier. Daar twijfel ik niet aan. En ik weet dat hij daar ook heeft gesproken over mijn collega Sargentini. Daar dank ik hem voor. Maar het gaat er niet alleen om ergens in de achterkamertjes in gesprek te gaan, hartstikke belangrijk ook. Ja. Maar het gaat er ook om publiekelijk stelling te nemen. En ik zie dat Nederland dat wel doet bij Italië. En dat heeft gewoon een impact. En dat is een leiderschap dat maakt ook duidelijk wat de premier beweegt. En ik wil dat helder is. Dat het dat de rechtsstaat net zo aan het hart gaat als de euro. En dat zie je niet naar buiten. En dan kan de premier wel zijn best doen in allerlei gesprekken. Maar dat is iets wat hij veel meer moet tonen. Ik meende, verleden tijd, dat ik dat doe. Als u denkt dat dat onvoldoende is, ga ik erop reflecteren of ik op meer plekken daarvoor het podium zou moeten pakken. Ik denk dat ik dat doe, dus ik ga dat voor mezelf nog eens even na. Ik heb natuurlijk mijn toespraken gehouden in Berlijn en in Straatsburg. Volgende week weer een toespraak over Europa en de wereld in het kader van de Churchill-lezing in Zürich. Laat me daar eens even op reflecteren. Maar in ieder geval, u hoeft echt, voorzitter, zeg ik dan tegen mevrouw Buitenweg, echt geen enkele twijfel dat dit voor mij net zo belangrijk is als een sterke munt. De heer Asscher. Voorzitter, we zijn nu toch bij elkaar. U staat er toch te reflecteren. Dus misschien is het wel een goed moment om ook dan uit te spreken dat het wegpesten van universiteiten, het beperken van de vrijheid van meningsuiting, maatregelen nemen die NGO's in de weg zitten, allemaal direct in strijd met de Europese waarden en voor Nederland en de Nederlandse premier daarmee onacceptabel. Zo is het. Dank u wel. Zo is het. En dat is ook het hele beleid van deze regering om dat niet alleen te zeggen binnen de kamers, maar ook daarbuiten. En mag ik eraan toevoegen dat ik de rol van de commissaris van Nederland, Frans Timmermans, op dit punt zeer waardeer, hoe hij ook in de commissie, maar ook vanuit de commissie in het Europees Parlement met al zijn retorische gaven zich hier vol achter stelt. Dat wil ik er ook wel een keer uitgesproken hebben. Dank u wel.